fantastisch. Echt ongelooflijk. Ik ga op zoek naar de verborgen geschiedenissen van Curaçao. En stuit op het verhaal van de familie Everts. Een rijke familie, geplaagd door pech en rampspoed. Belaagd door agressieve Engelsen en getroffen door het noodlot. Ik heb hier brieven voor Victor. Brieven die in 1803 zijn geschreven door Nicolaas en zijn vrouw Eva hier op het eiland Curaçao. Brieven zijn verstuurd aan hun zoon die in Rotterdam woonde. Die brieven zijn nooit aangekomen omdat het schip waarop ze werden vervoerd gekaapt werd door de Engelsen. Daardoor lagen ze tijdenlang op een Londens zoldertje. Tot nu, twee eeuwen later, kan ik de brieven aan Victor laten lezen en kan ik u alvast vertellen dat we zullen stuiten op een familiegeschiedenis die bol staat van de voetzoekers, de vuurgevechten en hele hete, koortsige nachten. Victor, je bent op Curaçao geboren. Klopt. Hoe lang heb je hier gewoond? Ik heb 13 jaar hier gewoond. 13 jaar? Ja. Voel je een band met het eiland? Ja, zo zonder meer. Ja? Ja. En dat zit waarin? Dat zit in mijn bloed. Ja. Heb je jeugdherinneringen? Ja, we ravotten met vrienden en dingen met vuur, met Chinees vuurwerk. Hè? Aha. Heel erg goedkoop om te kopen. En dat was echt elkaar bekogelen en dat soort dingen. Heel erg leuk. Oh, dus wat dat betreft was je ook nog een beetje onvoorzichtig met al die dingen? Ja, ja? Dat was het. Je had er geen erg in als kind. Hè? Nou, dan zit het een beetje in de familie, denk ik. Ik heb hier wat brieven die met jouw familiegeschiedenis te maken hebben. Ze zijn geschreven door ene Nicolaas en Eva Everts. Ja. Aan hun zoon in Rotterdam. Ja. Brieven zijn nooit aangekomen. Nee. Hier zitten uiteraard kopieën van die brieven. Ja. Ze werden geschreven destijds, meer dan 200 jaar geleden, op de plantage Hato. Mm-hmm. Zeg je iets, mag ik aannemen? Zeker, zeker. Ja. Zullen we ze daar openmaken en ze daar eens lezen? Fantastisch. Hartstikke leuk. Ben je benieuwd wat erin staat? Ik ben heel benieuwd wat erin staat. Hato is een begrip op Curaçao. Het was een grote 19e-eeuwse plantage en ook Victor kent deze plek. De jonge Victor struinde vaak over het eiland en passeerde talloze malen het landhuis op weg naar het vliegveld, dat nu ook Hato heet en pal aan het oude plantageterrein ligt. Dit is het landhuis Hato. Je kent het wel? Ja, ik ken het wel, zeker. Dit is wel een hele belangrijke plek in je familiegeschiedenis. Ja, ja, ja. Hier heeft namelijk je familie gewoond. Gewoond? Ja. Zullen we even naar binnen gaan? Ja, zeker. Ja. Bon dia. Bon dia. Goeiedag. Ontardi. Hai na mi papi a papi mento un tiki. Sì. Dusi lenga. Sì. Dit is wordt nu een beetje opgeknapt. Hallo. Oké, ik zie het, ja. Mooie tegel op de vloer. Ja. Maar hier moeten dus jouw voorouders gewoond hebben. Gewoond hebben. Ja. Ik heb nooit geweten dat dit landhuis bij mijn voorouders hoorde eigenlijk. Dus dat is voor mij een volslagen verrassing. Ja. Ik kom zo uit de lucht vallen eigenlijk. Ik kan me er wel in verplaatsen, ja. Ik val van de ene verbazing in de andere, ja. Als ze dit bezaten, waren het geen onbemiddelde figuren? Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee, je was echt een plantage-eigenaar, daar had je echt behoorlijk aanzien. Ja, en, ja. Je had natuurlijk mensen voor je werken. Ja, dat noemden ze toen slaven. Ik persoonlijk ben niet erg dol op het verleden. Ik ben er niet trots op, zeg maar. Nee. Maar het was de tijd. Ja. Dat zo ging men met mensen om in die tijd. En er valt nog wat op te ruimen hier, Victor. Zeker weten. Dit is een hele bijzondere plek hier, wat ik hier zie. Het is echt... Het loopt helemaal begroeid, hè? Ja, waanzinnig. Zullen we een kijkje binnen nemen? Ja, doe maar. Dan doe ik de deur wel dicht. Dat zal het geweest zijn. Ik denk dat... Kijk, het tralies daar, hè? Ja, ja. Het heeft wel een... Het heeft een gevangenisachtig karakter. Nicolaas en Eva schreven de brieven aan hun zoon Cornelis Everts. Een kapitein die, gelukkig maar, toen nog geen weet had van het wrede lot dat hem te wachten stond.
Waarde zoon, uw edele brief met kapitein Busman hebben wij in bedroefde omstandigheid ontvangen. Vader lag dodelijk slecht aan de koortsen. Ik was aan de beterende hand, maar alle slaven zijn ziek. Kapitein Busman kwam nog langs, maar durfde niet bij ons te gaan zitten, bang als hij was voor de sterke koorts die heerst. In 50 jaar is er niet zo'n enorme sterfte geweest op Curaçao. Tante Trui Evers is ook dood. Bedankt voor uw cadeaus. De eerste kaas hebben wij ontvangen en met smaak gegeten. Het schip met de andere kaas is verongelukt aan de noordoosthoek van Curaçao. Je hebt de brieven doorgelezen. Wat is je indruk? Het was ruig, denk ik. En het was, Zijn de mensen gelukkig geweest zijn hier? Denk je? Ik vraag het. Nou, ik denk dat het geluk in jezelf zit. En maar het wordt wel zwaar op de proef gesteld. Nou. Wat je wel eruit haalt is een soort een gebrek aan geborgenheid, denk ik. Dat het moederland natuurlijk wel die geborgenheid gaf. Mm-hmm. En dat het hier gewoon toch wel sappelen was. Het was hard werken waarschijnlijk en zorgen dat alles draaide en als ondernemer. En zorgen dat er geen slavenopstanden kwamen, iedereen te vriend houden. Ja. Dus het was niet zo makkelijk, had ik de indruk. Die gele koorts is een belangrijk onderdeel uit die brief. Ja. Ik heb iemand gevonden die jou meer kan vertellen over de gele koorts. En dan ga ik ondertussen naar een archief om te kijken of ik nog meer te weten kan water. Komen. Boven water kan krijgen. Ja. Ik ben zeer benieuwd welke verhalen van de familie Evers terug te vinden zijn in het Nationaal Archief. Victor heeft een afspraak met Karel de HZ, een apotheker die hem meer kan vertellen over de gele koortsepidemie die Curaçao ten tijde van de brieven in haar greep hield. Ik heb begrepen uit oude brieven ook dat er een ontzettende angst heerste onder de mensen om bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek te gaan. Men ging niet op de porch zitten of men ging niet de huiskamer in. Ja, men wist niet waar het van kwam. Mm-hmm. Men wist dus niet dat het niet de mens was die het op de mens overbracht. Maar dat de mug eraan te pas moest komen. Die moest dus inderdaad het virus bij de een aanprikken en naar de ander brengen. Ja. Wat zijn de symptomen van de gele koorts? Nou, eigenlijk griepachtig, met een hele hoge koorts. Braken, roodachtig, bruinachtige braaksel. Ze noemden het ook daarom de chocolaatziekte. En geelzuchten, dus aantasten van de lever. En daar komt de naam gele koorts vandaan. De mensen konden dus door het wegvallen van de lever echt heel geel worden. De kolonel met de meeste van zijn troepen zijn overleden. Van kapitein Busman en zijn officieren en kadetten, daar zijn er nog maar 25 man van over. De zoon van uw zus is ook nog doodziek, maar vader herstelt nu. Ik hoop dat God u op uw reis zal behoeden voor zulk ongeluk. 1000 maal gegroet in de bescherming van de Allerhoogste, die hoop ik uw leidsman mag wezen en u een gelukkige dag mogen geven. Leef gelukkig in de vrees des Heren. Uw moeder. Een mooie oogst, een oud boek over Curaçao en 2 hele oude Curaçaose kranten. Met nieuwe informatie over Victor's familie. Opmerkelijke verhalen en in het geval van de krant zelfs een hele bizarre geschiedenis. Waarvan je in eerste instantie niet weet of je er nou om moet lachen of om moet huilen. Waarschijnlijk het laatste. Het is 1803. Het is bloedheet. Het is droog. Winderig. De bodem is schraal en de oogsten zijn karig. En Curaçao is een eiland. Dus alles wat je nodig hebt, moet via water worden aangevoerd. En daar zit dan juist het probleem. De Engelsen, altijd weer die Engelsen, die verhinderen dat. Zij blokkeren alle aanvoerroutes. Omdat ze, uit strategische overwegingen, Curaçao toch graag in handen willen zien te krijgen. Victor wordt meegenomen naar een stille baai door Mirjam Sluis. Zij is schrijver-journalist en kent Curaçao als haar broekzak. Ze is onze speurneus op het eiland. Mirjam doet een boekje open over de nachtelijke guerrilla-tactieken van de Engelse vijand. Wat hier gebeurde op 28 april 1805, is dat de Engelsen die kwamen hier wel in de avond. Ze legden daar aan, je ziet nog een beetje zo'n kanon steken uit een rotsblok. Waarschijnlijk hebben ze daar aangelegd als met een sloepje. Ja. Gingen ze hier zo het strand op met, weet je wel, wat manschappen. En ze trokken de Mondi in op weg naar die landhuizen eigenlijk met het idee om gijzelaars te nemen.
Uiteindelijk kwamen ze bij een landhuis en daar hoorden ze al een vrouw gillen. En die zei van, nee, u kunt hier niet naar binnen, want mijn meester is hier met zijn nieuwe bruid op huwelijksnacht. Oké. Okay. Ja, maar die Engelsen die lieten zich daar natuurlijk niet aan gelegen liggen. Nee. Dus die forceerden zich gewoon naar binnen. Ja. Kwamen in de kamer van het bruidspaar waar de heer, dus huis de bruidegom, al klaar stond met zijn degen en het bruidje onder de lakens zat te gillen. Ja, ja, ja. En toen op een gegeven moment dat bruidje, die overwon haar schaamte en die sloeg de lakens van zich af en die ging aan de voeten liggen van die Engelse luitenant en die zei, alsjeblieft, neem mijn man niet mee. Ja, ja, heftige scène, maar uiteindelijk aan het einde ging de man toch mee en ze waren weg. De bruidegom wordt die nacht samen met andere gijzelaars aan boord gebracht van het Engelse schip dat koers zet naar de haven van Willemstad. Daar ontrolt zich de volgende ochtend een even bizar als wreed schouwspel. Dus de volgende dag in de vroege ochtend, de Engelsen die zijn ook opgestoomd naar Fort Amsterdam waar die executie gaat plaatsvinden van die 13 Engelsen. De galgen die hangen er al, die zien ze gewoon hangen. De Nederlandse gouverneur op Fort Amsterdam wil in het zicht van de Engelsen op hun schip een aantal Engelse gevangenen aan de galg laten bungelen. Die Engelsen die hadden zich al helemaal verschanst in de masten, want die dachten, nou, dit wordt een schouwspel wat we gaan zien. Oog om oog, tand om tand. Het is immers oorlog, maar de Engelsen hebben nu ook hun gijzelaars. Dus nou ja, de Nederlandse gouverneur zegt, ja, jammer, dit is oorlog en het moet gebeuren, dus zo zal het dan maar. De bruidegom en de andere Nederlanders op het Engelse schip worden de inzet van een wreed spel tussen gouverneur en kapitein. Het luik onder de Nederlandse galg op het fort kan elk moment openklappen. Maar de bruidegom wacht hetzelfde lot. Zijn leven hangt aan een zijden draadje. En weer dat bruidje, die werkt zich naar voren en die legt zich neer bij de voeten van de gouverneur. En die zegt, ja, maar het is mijn man aan boord. En deze keer is de gouverneur, de Nederlandse gouverneur, die denkt toch, ja, dat bruidje en die mensen, dus ja... Hij denkt van, nou oké, we doen het vandaag niet. En ze krijgt wel er zin deze keer. Maar dat zegt toch wat... Een bijzonder verhaal. Ja. Ja. En zo redde de bruid haar bruidegom en haar huwelijk. Klein Santa Marta, het huis waar de kersverse echtelieden in hun liefdespel bruut gestoord werden door de Engelsen, staat er nog steeds. Het wordt opgeknapt om nieuwe bruidsnachten in te kunnen vieren. Maar het liep niet altijd af met een sisser. Ik sta met Victor op de plek waar de slag om Curaçao plaatsvond. Een zwarte dag voor Curaçao, een zwarte dag voor Cornelis Everts, de kapitein die belast was met de verdediging van het eiland. De Engelsen kozen Oudejaarsnacht 1805 uit om de beslissende klap uit te delen. Een sluwe zet, want ze wisten dat de meeste Nederlanders dan beneveld of gewoonweg stomdronken waren. Ook Cornelis Everts heeft feest gevierd. Dat weten we. Over de slag om Curaçao zijn drie verschillende verhalen bekend. De eerste versie komt uit een historische studie. De tweede is het verhaal van de Engelse kapitein die Curaçao die nacht aanviel. Het laatste verhaal is samengesteld uit ooggetuigenverslagen uit oude Curaçaose kranten. In alle verhalen komt Cornelis Everts tragisch aan zijn eind. Maar Victor mag het mooiste verhaal kiezen om mee naar huis te nemen. Eén versie is, de Nederlanders zijn... Toet en Lam hebben net de jaarwisseling gevierd en kunnen geen been meer voor de anderen zetten. Dus zijn eigenlijk geen partij. Ze worden overvallen en de zaak wordt meteen ingenomen. Tweede versie is dat de Nederlanders het kanonnenvuur wel hoorden van de Engelsen. Maar dachten, het is oudjaarsavond. Er worden natuurlijk rotjes afgestoken. Voetzoekers. Jij bent wel bekend met het afsteken van voetzoekers en zeker andere rotjes. Weten, ja. Dus je weet, het klinkt ongeveer hetzelfde als je maar genoeg gedronken hebt natuurlijk. Ja, precies. In elk geval, Cornelis overleeft het niet. De laatste versie is heel gedetailleerd en verhaalt dat Cornelis aan de wal aan het feest vieren is. Hevig geschrokken van het kanonnenvuur haast hij zich naar zijn schip, ontnuchtert zijn bemanning en zet ze aan de kanonnen. Zelf daalt hij ook af naar het kanonnendek en staat schouder aan schouder met zijn bemanning. Een opmerkelijke manoeuvre voor een hoge officier als Cornelis. Hij schiet ook de kanonnen en probeert die Engels op afstand te houden. Maar er is geen houden aan voor de Nederlanders. En helaas ook niet voor jou... arme Cornelis, want Cornelis wordt getroffen door een full hit, om het zo maar eens uit te drukken. Een Engelse kanonskogel raakt hem frontaal en schiet, het is plastisch beschreven in de geschiedenisboeken, schiet de helft van zijn hoofd weg. Wow. Dus
Dat is tragisch. Dat was geen beste geen beste einde. Nee. Welke versie kies je van de geschiedenis? Ik zou voor de derde kiezen. Als het een ware getrouwe benadering is van de werkelijkheid, dan is dat natuurlijk wel een heldhaftig eind. Hij wordt ook begraven natuurlijk hier. Nou, we zijn aan het uitzoeken waar deze Cornelis precies begraven is. Want dat is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn hier een hoop begraafplaatsen, zoals jij weet. Ja. Dus hij kan op verschillende liggen. Maar Mirjam is in het archief bezig om uit te zoeken of we erachter kunnen komen. Waar dat precies is. Okay. Want ik neem aan dat je graag een bloemetje wil leggen. Nou, dat zou een bloemetje, maar dat ik in ieder geval aanwezig ben. Bij het graf. Bij het graf en dat ik het kan zien, ja. Dat zou ik wel een historisch moment willen noemen. In jouw leven? In mijn leven. Ja, in mijn leven, ja. En zo verliezen briefschrijvers Nicolaas en Eva hun zoon, kapitein Cornelis Everts. Diens dood was voor zijn zus reden om haar pasgeboren zoontje ook de naam Cornelis te geven. Zo leefde de dappere kapitein voort in de nieuwe kleine Cornelis, Cornelis Rappaar. Maar of het aan de naam lag of niet, ook deze nieuwe Cornelis zet de familietraditie voort om onfortuinlijk aan zijn eind te komen. Zo blijkt uit een bizarre laas in een 19e-eeuwse Curaçaose courant die ik in het archief vond. Op de 29e, der jongst verlopende maand november, is te 3:30 des namiddags al hier een groot ongeluk gebeurd ten woonhuize van CGE Rappaar. Door ontploffing van buskruid, waarbij 3 mensen het leven verloren. Men was in dat huis bezig voetzoekers te maken, een specialiteit van jou ook. Voetzoekers te maken en er lagen over de vloer en op de tafels verscheidene bakken met gemalen en gemengd kruid om te drogen. Hij had de onvoorzichtigheid, let op, om bij dat werk zijn pijp, waarin een kooltje vuur zat, te roken. Ik weet niet wat het met die familie van jou is, hoor, maar ja, goed. Dit is, Het kooltje vuur viel in 1 der bakken met gemalen kruid. Het kruid ontbrandde dadelijk en zijn vrouw, die het dichtst bij die bak was, raakte in volle vlam. En uit het huis willende lopen, viel zij voorover in een andere bak met kruid. Oh. Welke ontvlamde en de andere bakken in huis en een bak buiten voor de deur van het huis ook deden ontvlammen. Zodat omtrent 80 ponden gemalen buskruid en 2000 voetzoekers in brand geraakten. Jongen. Het was een akelig gezicht dat van die slachtoffers. Op vele plaatsen was de huid vernield en men zag het rauwe rode vlees. Het is een buitengewoon flamboyante manier van schrijven. De dood was ene weldaad voor die slachtoffers, welke nog diezelfde avond stierven. Zo bezien heeft het vuurwerk toch in jouw familiegeschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Hè? Ja. Vuurwerk speelde een belangrijke rol bij de zeeslag, zeg maar. Ja. Bij de dood van jouw voorvader Cornelis Everts. Nou, het speelt meer dan een rol in dit verhaal, waarin er vele doden vallen, vele mensen verbranden. Dus als je alles in aanmerking neemt, dat gedoe met het vuurwerk en het buskruid, is het nog een wonder dat jij hier zit. Zonder meer. Ja, dat had helemaal fout kunnen aflopen. Want we hadden van die stalen pijpen, dat deden we ook al, die doubleshots en helemaal op elkaar schieten. Hè? Nou, ja, oorlogje spelen. Je bent een hele onverantwoordelijke man. Eigenlijk wel. Althans, je was een onverantwoordelijk kind. Ja. Dan krijg ik bericht van Mirjam, onze speurneus. Ze belt me vanuit de auto met nieuws over de begraafplek van Cornelis Everts. Die met het halve hoofd dus. In een oud boek heeft ze aanwijzingen gevonden omtrent de laatste rustplaats van Cornelis. Op 2 januari werd Everts op Hato begraven. Landhuis Hato. Nederlandse en Engelse officieren volgden het lijk. Het graf zou liggen even voorbij het stenen riool. Ja, die ken ik nog wel. Waardoor het water uit de grot loopt. Ja. We hebben hier rondgelopen. Hebben we dit gezien? Wel dat riool. Ja? Dus even kijken hoor. Volgens mij, wij zijn toen zo gelopen. Ja. Dat waren die waterputten of zoiets. Waterputten, hè? Ja. Hier was het water wat uit de grond kwam. Kijk, hier komt wel degelijk water uit de grond. Ja. Maar het lijkt me geen riool. Het lijkt me meer een put. Dit lijkt me meer een waterput. Bovendien, ik zie hier nergens ook maar het schim van een graf. Kijk, dat graf. Ik heb hier, het zat er ook nog bij, een soort tekening. Graafplaatsplantage Hato. En die graven, dat moeten toch wel forse graven geweest zijn. Ja. Want die zien er echt uit als een soort opbouw. Ja. Zo moet het er ongeveer uitzien dus. Ja. Dus nou, het is geen onopvallend graf, Victor. Ja.
geen sprake van een graf. Geen sprake van een graf. Dit is ook een enorme bouwval. Ik zie daar verderop wel een huis. Daar verderop? Ja, ja. Nou, een huis uit de andere periode ook. Dit is absoluut geen oud huis. Nee. Maar we zoeken eigenlijk wel gewoon een soort van riool. Oh, kijk uit de derf. Voor je weet ligt ook in de graf. Ja. Wat staat er nou ook alweer precies? Even voorbij het stenen riool, waardoor het water uit een grot loopt. Even voorbij een stenen riool. Hier zien we een oud muurtje. Hey. Hier zien we iets. Hier zien we iets. Ja, ja, is het wel. Ja. Dit zijn ook die vormen. Ja, dit zijn precies de vormen die ze hier getekend hebben. Ja. Even kijken. Zou nou Cornelis begraven zijn? In de... Staat het erbij? Ja, graf 3. Graf 3. Dus dat is... Deze. Dat is deze. Dit graf. Nou. Verre voorvader. Hier ben ik dan. Het is toch wat, hè? Tja. Ik ken de geschiedenis een beetje van je. Tjonge. Na al die jaren. Dit is ongelooflijk, hè? Wat voor gevoel geeft het jou? Nou, dat ik in ieder geval weet waar hij ligt. En dat ik ook zeg maar met mijn zoon en met mijn vrouw ooit hier kan komen en kan vertellen. En het verhaal kan vertellen. Ja. Dat vind ik gewoon heel waardevol. Heeft deze zoektocht daardoor je leven verrijkt? Ja. Ja, dit is gewoon een verhaal dat kon ik niet weten. En met deze zoektocht is het eigen stukje wel volbracht, vind ik. Ja. En heb je er een prachtig familieverhaal bij? Ja, heb ik zeker. Ja. Heel wonderlijk.